Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Studio Erasmus, de allerlaatste voor de zomer alweer. We gaan het hebben over filantropie in Rotterdam. Net zoals de markt, net zoals de overheid, kent de civil society en daarmee filantropie dus haar eigen foutjes, falen in onze termen. Even handen, wie lust er in ieder geval iets niet? In het overgrote meerderheid van als mensen iets niet lekker vinden, is het toch een kwestie dat ze er of een nare ervaring mee hebben. Ja. Of dus inderdaad gewoon overgevoelig zijn voor bijvoorbeeld een bittere smaak. Je ziet dat in heel veel verschillende landen, vooral wel in Noordwest-Europa, over het klimaat wordt gedebatteerd. Mm-hmm. En dat is een trendbreuk eigenlijk? Dat is een trendbreuk, ja. Ik kan me wel voorstellen, en dat hoor je ook veel van de migrantenouderen, dat zij door taalproblemen, communicatieproblemen, culturele verschillen, dat ze toch huiverig zijn om naar een reguliere zorginstelling te gaan. Ja. Je ziet dat nu misschien voor de eerste keer echt demonstraties hebben plaatsgevonden voor de Europese Unie, met Europese vlaggen werd gewijd. Dat is toch relatief nieuw. We hebben een samenleving die voortdurend verandert. En daarom hebben we heel veel verschillende oplossingen nodig. Vraag ook aan kinderen zelf. Wat zou je zelf oké vinden om te eten? Kinderen eten dan veel beter.